concentreer je goed. Hoeveel kilogram aardappelen eten we gemiddeld per jaar? Per Nederlander. Jij weet het. Nou, dan gaan we dat zien. Denk jij links voor meer dan 100 kilogram? Of denk je minder dan 100 kilogram? Meer is links, meer. Even minder, heel goed, dankjewel. Rechts. Meer links, minder rechts. Nou, ik zie er toch eens... Doen jullie mee of niet? Ja, jullie hebben een goed gesprek, hè? Ja, ik zag het. Je had gewoon even een goed gesprek, toch? Ja, heel goed. Nou, het goede antwoord is... minder. Dus iedereen had eigenlijk hier moeten staan, dus... Nou, ik geloof dat we 5 kandidaten hebben. Wat jij, ja, en deze dude stond hier ook al. Oh, maar dit is onze jury. Je hebt het gezien? Oh, goed zo. Ik ben over een ballon. Het was even een geregel, maar we zijn er. Dit zijn de 6 kandidaten, zie ik. Oh, 5. Kom eens even meer naar binnen. Want ik ken, ja, iedereen, jullie kennen natuurlijk iedereen, maar ik ken jullie niet. Wie ben jij? Jolien. En waar woon jij? In de Elsheuvel. En welke school zit jij? Op de middelbare school. Ik zit al op de middelbare school. Oh, net. En, bevalt het? Ja. Oké, nou ja, zometeen heel veel succes met de quiz. En wie heb je hier? Mariska. En waar kom je vandaan? Auto. En op welke school zit je? Ja, ook schaatsschool al. Oh, jullie zitten bij elkaar in de klas? Nee. Nou, zometeen heel veel succes met de... Jongen, wat heb je hier? Oh, ik dacht dat... Je hebt een heel zwaard hier, of niet? Hallo? Hallo? Hey. Wie ben je? Giet. Heb je naam? Sander. Dag Sander. En wat heb jij hier? Een zwaard. Heb je die zelf gemaakt? Nee. Maar hij is niet gevaarlijk, toch? Nee. Nou, hij moet er even over nadenken. En wie hebben we hier? Roy. Dag Roy. Hoe oud ben jij? 8. En waar kom jij vandaan? Aalten. Wat toevallig ook. Hé, en waar zit je op school? Sint-Jozef. Oh, je zit hier op school? Dit is zeker de allerleukste school van Nederland. Ja! Dat dacht ik al, dat dacht ik al. En wie hebben we hier? Ilse. En hoe oud ben jij? 10. En waar kom jij vandaan? Aalten. En op welke school zit je? Sint-Jozef school. De allerleukste school van Nederland? Ja. Ah, wat goed zeg. Nou, met jullie ga ik de laatste quiz eigenlijk spelen. En dat is, jullie krijgen allemaal een pen en papier. Kijk, mag je even doorgeven, een papiertje? Met een stift. Kies maar even een leuk kleurtje. Ja. Maar A, B, C, kan je me even helpen? Nee, dat kan ik niet. Eén papiertje genoeg. Oh. Ja. Ja, ik ga jullie vragen stellen en je moet je eigenlijk invullen. Als je denkt dat het A is, schrijf je A op. Denk je het is B, dan schrijf je een B op. Denk je het is antwoord C, schrijf je een C op. En als je echt denkt, het is antwoord D, dan schrijf je een D op. Oké. Okay. Is het duidelijk? Ja?
Het is inderdaad net een Nick Battle, inderdaad. Oké, okay, concentratie, daar gaan we. De allereerste vraag. En die gaat over Avatar. En er wordt nu al flink nagedacht. Ja, de legende van Aang. Wat is Appa voor een dier? Is dat A? Dat wordt al flink voorgezegd, hoor ik. Nou, een vliegende gorilla. Of is het antwoord B? Een vliegende pandabeer. Of is het antwoord C? Een vliegende bison. Of is het antwoord D? Een vliegende maki. Niet voorzeggen. Je wilt een hulplijn inschakelen? Oh, ja, dat maakt niet uit. Oh, vandaar die meerdere papiertjes. Oké, laat je antwoord maar even zien. Laat maar even goed aan iedereen zien. Jullie denken allemaal het is antwoord C, een vliegende bison. Dat antwoord is...